Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. In samenwerking met sportnieuws.nl spreken we met alle nieuwe Nederlandstalige tourkaartwinnaars op Q-School. En vandaag hebben we niet de minste gast, het is Jeffrey de Zwaan. Jeffrey, je pakt je tourkaart terug op Q-School. Dat moet een opluchting zijn, denk ik. Dat is zeer zeker een opluchting geweest. Kijk, de eerste twee dagen was natuurlijk een beetje spannend. Ik had de laatste 16 gehaald en de tweede ronde. Dus ja, ik moest nog wat punten sprokkelen, zeg maar. Maar de derde dag viel eigenlijk alles samen. Ja, mijn niveau was onwijs goed de hele dag. Alles viel. Dus ja, onwijs lekker dat ik uiteindelijk dan nog met de winst vandoor had. Ja, hoe heb je Q-School een beetje ervaren? Want ja, ik bedoel, als tourkaarthouder ga je natuurlijk liever niet naartoe. Dus ja, je moet het maar even doen. Klopt, ja. Weet je wat het is? Q-School blijft natuurlijk heel erg lastig. Ik had natuurlijk al wel sowieso een goed record op Q-School. Want ik ben twee keer eerder geweest en ik had natuurlijk twee keer op de eerste dag had Ja, ik hem ja. pakken. Dus nou ja, ik wist sowieso wat Q-School was. Het is moeilijk, maar goed, ja, je moet een goede dag hebben. En uiteindelijk, ja, ik ging er wel met een hard hoofd in, want ja, ik was natuurlijk niet echt in vorm. Maar gelukkig, ja, heb ik wel mijn goede spel laten zien op de Q-School. Ja, op dag drie pakte je hem tegen Mike Kuivenhoven. Nou, die hebben we zelf ook al gesproken. Ja, Kuivenhoven was al zeker van een tourkaart. En ik weet dat jullie ook al vrienden zijn. Het was een beetje een aparte finale, denk ik, ook voor jou, of niet? Het was een hele aparte finale. Kijk, je wist natuurlijk dat Mike er al was. Nou ja, je komt natuurlijk tegen Mike in de finale. En ja, het was sowieso heel, heel dubbel. Kijk, omdat je wist natuurlijk dat Mike er was. Ja, dan moet ik het uiteindelijk alsnog doen. Want ik was natuurlijk nog niet zeker. En ja, we hadden sowieso al afgesproken van we gaan er gewoon een wedstrijd van maken. En ja, ik merkte op een gegeven moment wel dat ik beter was. En ja, toen liep ik eigenlijk overheen. Ja, 96 gemiddeld heb ik hier op mijn briefje staan. Dus dat is gewoon een prima gemiddeld inderdaad. Wat Klopt, ja. Ja. deed je toen toen die laatste dubbel erin ging? Toch Ja, een soort... opluchting. Ja. Gewoon het moment van, oké, ik heb hem eindelijk weer. En ja, dat ik er gewoon weer 2 jaar tegenaan kan. Dat is het mooiste. Ja, echt gewoon pure opluchting. Ja, we moeten toch ook even hebben over je blessure. Dat was in ieder geval een blessure aan je schouder. Hoe is dat, hoe staat dat nu? Nou ja, ik ben langere tijd bezig geweest met een traject, zeg maar, in het ziekenhuis bij een fysiotherapeut. Ja. Als ook schouderspecialist. En eigenlijk voor Q-School ben ik al zo'n 13 weken bezig geweest, zeg maar, om eigenlijk mijn schouder weer goed te krijgen. En toevallig vandaag, je hebt een primeur, zeg maar. Oh. Is er uit de meting gebleken, zeg maar, want ik had een verkalking op een bicepsbeest. Nou, die was na de derde keer eindelijk gelukkig weg. En eigenlijk daarbij had ik ook nog een instabiliteit van 50% gecreëerd in mijn schouder. En toevallig vandaag kwam uit de meting dat het nog maar 6% was, Wow. ja, de instabiliteit. Dus eigenlijk ja, is het heel goed, mijn schouder. En dat zo voelt het ook, laat ik zo zeggen. Ja, dat is geweldig nieuws, lijkt me. Ja, zeker geweldig nieuws. En laat ik zo zeggen, ik voel me ook gewoon een heel stuk beter. Ik merk gewoon dat mijn niveau gewoon weer aardig terug begint te komen. Ik win weer wedstrijden. En ja, dat die Q-School op de derde dag, zeg maar, zo viel. Ja, dat is een vreugde. En dat zorgt ervoor dat ik ook met volle vertrouwen eigenlijk de Tour in ga. Ja, twee keer goed nieuws op rij eigenlijk. Tourkaart en die schouder ja, zit bijna weer helemaal 100% goed. Geeft het ook jou wat meer zin ook in het volgende seizoen? Volgende 2 jaar minimaal? Zeker weten. Kijk, ik heb natuurlijk heel erg gestruggeld met het feit van ja, dat mijn schouder gewoon niet echt meewerkte. Mijn prestaties waren gewoon zodanig slecht, ja, dat ik eigenlijk het gevoel had van ja, ken ik het nog wel? Ja. En ja, dus op een gegeven moment dan ga je, zeg maar, zo'n traject in bij een fysiotherapeut. En ja, uiteindelijk voelde het, zeg maar, zo goed dat ik aan het eind van het jaar, zeg maar, bij mezelf dacht, oké, we gaan gewoon naar Q-School, we gaan zien wat er gebeurt. En ja, dat eigenlijk gewoon weer op mijn toe kan halen. Ja, dat is super. Ja, je hebt het inderdaad ook al over dat struggelen met die schouder. Hoe was dat mentaal voor je? Want darten is pure mentale sport eigenlijk ook. Klopt, ja. Mentaal was het echt onwijs moeilijk. Was het echt moeilijk. Ja, ik had ook op een gegeven moment gewoon het gevoel van, jongens, ik kap er gewoon mee. De pijn die je elke keer met het gooien hebt, elke keer verliespartij, Ja. niet meer niveau halen. Ja, ik had echt het gevoel van, jongens, ik stop ermee, ik ben er klaar mee.
En hoe heb je dat omgekeerd? Waarom bleef je toch doordarten? Eigenlijk vooral door de mensen om me heen. Mijn vriendengroep die me heel erg gesteund hebben. Mijn ouders, mijn management. En ook nog eens mijn sponsoren natuurlijk, waar ik heel erg dankbaar voor ben. En die hebben gewoon gezegd van jongen, kom op, je kent het. Uiteindelijk zodanig op me ingepraat van oké. Hey, dat we gaan nu alles op zaken, alles op orde stellen. Ja. En gaan naar die fysiotherapeut en kijken wat we kunnen doen. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Zeker, ja. Studenten die maakten uit Breda, die maakten eerder een documentaire over jou. Ik heb hem ook gezien, zag er hartstikke leuk uit. Je werd dan op een stoel gezet en dan mocht je naar een heel groot scherm kijken waar je zelf op te zien was. Van onder andere de Premier League waar je op speelde. De World Matchplay volgens mij ook, waar de halve finale op haalde. Ja, hoe was dat? Is dat misschien ook een beetje het gevoel dat je waarom je verder wil met darten? Omdat je weet, wauw, dat zijn prachtige momenten die ik heb meegemaakt. Zeker weten. En het was ook voor mezelf een stukje besef eigenlijk, wat ik eigenlijk al op best wel vrij jonge leeftijd al gepresteerd heb, zeg maar. En toen ik dat eigenlijk allemaal daar zeg maar terug zag, toen dacht ik van wauw, ik heb toch best wel iets neergezet. Ja, in die documentaire zeg je ook stellig, ik word wereldkampioen. Is dat idee, heeft dat je er ook een beetje doorheen laten gaan, zeg maar, door die blessure? Jawel. Jawel, maar ik moet wel zeggen, doordat je natuurlijk elke keer verliest, elke keer pijn hebt, niet je niveau haalt, dan op een gegeven moment zie je die droom verdwijnen. En ja, dan is het heel moeilijk om eigenlijk te zorgen dat je eigenlijk doorgaat. En ja, de mensen, eigenlijk meer de mensen om me heen, die hebben mij meer geholpen dan, dan ik zelf, laat ik het zo zeggen. Ja, de mensen om je heen natuurlijk. Team Benji, daar zit ook Raymond van Barneveld natuurlijk bij. Hij weet als geen ander hoe het is om een comeback te maken. Hoe heeft hij jou geholpen of berichtjes gestuurd of wat dan ook? Raymond is zeker gewoon meer een mentale steun geweest. Ook gewoon als vriend zijnde, zeg maar. Kijk, we zijn gewoon goede vrienden ook. En we spreken elkaar regelmatig. Ook als bijvoorbeeld Raymond een toernooi hebt waar ik dan niet aan meedoe, dan stuur ik hem ook gewoon een bericht van, joh jongen, zet hem op, kom op, je kan het. En eigenlijk is Raymond ook meer een mentale steun geweest voor me. Oké, dan gaan we toch wat luchtiger ook eindigen. Een hobby van jou is ook het streamen op Twitch. Klopt, ja. Dat doe je nog steeds volgens mij, hè? Doe ik nog steeds inderdaad, ja. Het moet wel een beetje zo in mijn schema kunnen passen. Want normaal was maandagavond was meestal wel mijn avond dat ik aan het streamen was. Ja. Alleen, ik ben het nu wel weer een beetje aan het oppakken. Kijk, ik zat natuurlijk ook met het darten dat het voor mij eigenlijk geen zin meer had. Mentaal zat ik er gewoon niet bij. Dus vandaar dat ik de stream eigenlijk een beetje op het laag pitje had gezet. Maar nu ik me gewoon weer vrolijk ben en eigenlijk weer zin heb in alles, dan begin ik het wel weer op te pakken. Maar het moet wel in mijn schema passen, inderdaad. Ja, want naast het streamen werk je natuurlijk ook nog gewoon. Hoe is die combinatie van werk en darten voor jou? Nou ja, het geeft mij een soort van zekerheidje, weet je wel. Kijk, ik heb gewoon mijn salaris in de maand. En eigenlijk, wat ik met darten erbij verdien, dat is een soort van extra. Dus weet dat, ik heb geen kopzorgen dat ik mijn rekening moet betalen en dat soort dingen. En natuurlijk, het is best wel zwaar, hè? Want je bent natuurlijk continu aan het werken. Ook nog eens met je toernooien erbij. Dus het is wel best wel pittig, maar goed. Het is wel de formule die voor mij werkt, denk ik. Ja, binnenkort gaan we je misschien weer op het podium zien. Players Championship Finals is vaak het toernooi wat de nieuwe tourkaarthouders in hun hoofd houden. Het eerste toernooi natuurlijk. Dan zien we jou waarschijnlijk ook weer aangekondigd worden met de bijnaam de Black Cobra. Waar komt die bijnaam eigenlijk vandaan? Die bijnaam heb ik eigenlijk van mijn vader gekregen. Ik was vanaf jongs af aan, zeg maar, als we bijvoorbeeld naar dierentuin gingen of naar een avifauna en dat soort dingen, dan stond ik altijd met bewondering te kijken naar de slangen. Wow. En eigenlijk toen ik een beetje begon met darten, toen ging ik natuurlijk naar de NDB-toernooi en dat soort dingen. En toen op een gegeven moment, iedereen had natuurlijk een bijnaam. En ik zag natuurlijk op tv iedereen met een bijnaam. Dus ik zei tegen die ouwe van me van, joh, luister, ik moet ook een bijnaam hebben. En toen zei mijn vader van, joh, waarom doe je de Black Cobra niet? Zo. Ik zeg zo, ja, dat is kikkergek. En toen heb ik eigenlijk de bijnaam genomen. Schud die even uit zijn mouw, de Black Cobra. Ja, de Black Cobra, ja. Vet. Dankjewel Jeffrey. Ik wens je alle succes het aankomende jaar. En we hopen natuurlijk dat wij je weer heel snel op tv gaan zien. Ja, gaat helemaal goed komen. Dankjewel.